Kijk eens, de profielschets is unaniem aangenomen. Dan zal nu de voorzitter van de Vertrouwenscommissie u nog even de hele mooie glossy profielschets overhandigen. Andries Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Waarvoor bent u naar Almelo gekomen? Ja, vanavond een bijzondere raadsvergadering, want het profiel wat voor soort nieuwe burgemeester zoekt Almelo is vanavond door de raad vastgesteld. En ja, voorafgaande aan de vaststelling vind ik het altijd wel mooi om even met de raad nog door te praten over, als ik dat zo lees, dat profiel, toch een aantal vragen eens even doorprikken van wat bedoel je daar nou precies mee? Want nou ja, er staan heel veel woorden in, je zoekt een soort schaap met vijf poten. Om toch eens even iets meer kleur te geven, want alle kandidaten die straks een brief overwegen te gaan schrijven, ja, kijken met spanning niet alleen naar het profiel, maar ook naar de interpretatie van dat profiel door deze gemeenteraad. U heeft tijdens de vergadering nogal een prikkelende opmerking gemaakt toen enkele raadsleden vroegen om een burgemeester die lef toont en leiderschap heeft. Ja, dat klopt. Niet dat ik dat slechte eigenschappen vind, maar ik heb wel even doorgevraagd over van ja, maar hoe zit het nou met ja, de rol die jullie als gemeenteraad hebben, die het college heeft. Uiteindelijk, de raad wordt niet bestuurd door een burgemeester. De gemeente wordt niet bestuurd door een burgemeester. De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en als daar bestuur het college. Dus ja, je kunt ook een soort haantje de voorste zijn en dan ga je op de tenen staan van de politiek. Ik heb even gevraagd of dat de bedoeling was. Het antwoord is luid en duidelijk. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar we willen wel iemand hebben die ons durft te spiegelen. Maar die ook naar buiten toe met lef en leiderschap durft te staan voor Almelo. En ook naar de gemeenschap. Er staat als burgervader, een stevige burgervader. Maar ook, dat is een andere kant, die verbindende burgervader of moeder. U heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Almelo ontvangen. Ik kan me voorstellen dat u ook een persoonlijke eigenschap belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt ondersteunend wil zijn aan de gemeenteraad. Zij maken een profiel. Deze gemeente is op zoek naar een bepaald soort burgemeester. En ja, wat mijn uitdaging is vooral niet daar één dingetje uit te lichten. Maar juist dat plaatje, dat complete plaatje als een soort filter, als een soort bril voor mezelf. Maar ook straks voor de gemeenteraad, de vertrouwenscommissie die al die kandidaten ook gaat spreken. Om die bril heel scherp te krijgen van, zodat ik ook de goede vragen kan stellen aan de kandidaten en ook de goede afweging kan maken. Dus nee, ik moet u teleurstellen, ik heb geen persoonlijke voorkeur voor één specifieke eigenschap. U bent bijna 6 jaar commissaris van de Koning in Overijssel. Mag ik u vragen naar de plannen voor de toekomst? Ja, tijd vliegt. Inderdaad, alweer 5,5 jaar commissaris in Overijssel met heel veel plezier. Zoveel plezier dat ik onlangs aan de minister van Binnenlandse Zaken heb aangegeven, ook aan Provinciale Staten, dat ik heel graag nog een tijdje door zou willen als commissaris. En dat betekent dat de komende maanden ook in Provinciale Staten een procedure voor herbenoeming gaat plaatsvinden. En als ik in uw hart mag kijken? Dan hoop ik dat ik door mag gaan als commissaris. Of bedoelt u dat niet? Jazeker. Ja, nee, want ik bedoel, dat heb ik al aangegeven. Ik wil graag door. Het is nu aan Provinciale Staten om ook dat antwoord te geven. Wilden zij met mij door? Wanneer zien we u weer terug in Almelo? Nou ja, dat is in ieder geval, als alles goed gaat verder in de procedure, rond juni. Dan hopen we dat de hele selectieprocedure en ook het raadsbesluit heeft plaatsgevonden. Dat de voordracht voor een nieuwe burgemeester van Almelo door de kroon is bekrachtigd. En dan hoop ik ergens in juni hier te zijn voor de beëdiging van uw nieuwe burgemeester. We spreken u graag terug dan. Heel graag, ik zie ernaar uit. Dank u. Graag gedaan. Nou.